ik zie het nu pas, Onthoofdstra. Dames en heren, hartelijk welkom bij Epic Mickey 2, aflevering 3. We gaan er wat van maken. En ik hoop dat je het een leuke video gaat vinden. Dat blijkt maar weer. Dat hoop ik dat ik niet vast kom te zitten als vorige keer. We gaan het gewoon zien. Oké, people, let's go to work. En dit is Mickey. En we gaan hierin. Ah, zullen we de ondergrond in gaan? Zal ik het doen, jongens? Ik heb wel voor gekozen. Ja. Soms hangt hij even vast in beeld. Dat komt omdat mijn Dazzlecard soms kuren geeft met haperingen in het geluid. Heb ik af en toe gemerkt met wat andere video's die ik opneem van de Xbox 360. Maar is hopelijk nu opgelost. Ik hoor het geluid aan dit oor, wat later binnenkomt dan het geluid van mijn televisie. Het is een beetje raar. Oh, wat is dat nou weer voor raar ding? Kijk, nu gaat hij weer haperen. Wat raar, jongens. Niet haperen. Kom op, niet haperen. Oh, wat de hel? Wat gebeurt er? Hij neemt me mee. Waar ga ik in vredesnaam naartoe? Oh, shit! Niet de afgrond in! Oh, shit! Oké, je moet hem verven, denk ik. Ik ga hem verven, let op. Ik weet niet of dit goed is, maar je moet uitkijken dat hij je niet pakt. Ja. Oké, ik moet met Oswald moet ik hem... Ik weet niet wat hij doet, Oswald. Wat doe je? Oké, ik weet niet zo goed wat hij doet, maar... In ieder geval, ik kan geloof ik... Het is wel echt een vervelend puzzeltje. Even kijken, we slopen even wat dingetjes hier. Zo. Ik moet met Oswald moet ik iets doen. De hele game zit vol met puzzels, dat weten we inmiddels wel. We kunnen hier ook naar boven, zie ik. En hier zitten nog wat meer tonnetjes. Er komen allemaal van die kaartjes uit. Ik weet echt, mijn god, niet wat ik met die kaartjes kan doen. Volgens mij kon ik daar weer dingetjes van kopen. In die winkel waar we eerst waren. Zo, kijk eens hoeveel tickets. Zo, damn. Gelijk 14 erbij. Zo, komt u maar. En hier zie ik een deur. Nee, daar kan ik niet heen. Ik moet wat met dat beest doen. Ik weet niet of ik dat met Oswald kan doen. Oswald, kijk uit. Oh. Sorry, Oswald, sorry. Oké, hoe kon ik ook weer veranderen in hem? Hoe deed dat ook? Welke toets was dat? Moet ik nou serieus weer in de controls gaan kijken, jongens? Oké, we kijken in de controls, omdat de game het van me vraagt, verlangt. Besturing. Verf, even kijken, koop met B. Oké, met de B komt de koop. Oké, ben ik nou Oswald? Nee, dat lukt nog steeds niet, jongens. Even dikken me. Kijk, hier nog even een kaartje pakken, zo. En hier hebben we nog 2 tonnetjes. Kunnen we die nog kapot maken? Nee. Verven, ook niet. Wat is deze bel, joh? Oh, verandert die normaal nu? Oh, de weet... Moet ik hem weer verven? Nee, toch? Hij moet zeg maar mij pakken. Ik weet niet of hij dat gaat doen. Maybe you two could glide across together. Don't worry about it. Oké, cool. Oh, dit gaat helemaal goed komen, denk ik. Ja, dit, ik snap hem. Oswald helpt mij om naar de overkant te komen. En hopelijk gaat het nu lukken. Kom op, hoger, kom op. Ja, dit moet lukt makkelijk, jongens. Kijk eens. It's a trapped gremlin. Let's head over and see what we can do. Ik ga eerst even de spulletjes pakken hier. We zijn in ieder geval wel aan de overkant. En ik heb zoektocht ontdekt. Operatie nog wat. Ik weet niet wat het was. En iemand spamt me weer helemaal vol. Die wil natuurlijk weer in de party komen. Moeten we hem niet kapot maken? Ja, oeh, dat was dat monster. Hoe ging we dat ook weer bestrijden? Even kijken, ik moet op zijn hoofd staan. Zo. En dan moet ik hem slaan of... Zo. Ja, zo moest het, hè.
Nog een keer? Oké, let op. Zo. Op zijn hoofd. En dan weer terug, toch? Zo. Ik weet het niet meer, jongens. Zo, slaan. En dan... Zo, toch? En dan zo. Ja. Oh, die hoort Notchy, die wordt nou vervelend. Ik ga eventjes hem blokkeren. Want ja, dat is vervelend voor jullie als je elke keer onderbroken wordt door een berichtje. Wil even lekker spelen, jongens. Kom op. Nou, we hebben een verslagen monster. En we krijgen er een soort spuitbus uit. En ik heb hier... Oh, dit moet ik even kleuren, jongens. Kijk. Hoppakee. Wat hebben wij hier? We hebben hier een elektriciteitsveld. Zeg maar even helemaal niks. En een soort van liftje, denk ik. Ik denk dat dit... Oh, Oswald weet het wel. Oké, die zit dus gevangen hierin. Zal ik helpen, Oswald? Wat ben jij aan het doen? Oh, sorry. Ik doe al niks mee. Doe maar. Oswald, doe maar. Oké, zal ik hem... Oh, zo. Oké, teamwork. Goed zo. Thank you for freeing me. I was trying to figure out how these gremlin cages keep us from teleporting when is dit een gremlin? And I, well, kind of fell inside and got trapped. So anyway, welcome to the underground of Main Street. Onthoofdstraat. Ik vind dat echt raar, joh. Lekker kindvriendelijk. Silver lining and all that, I suppose. Now, if you need to get back across that big gap, I can get the balloon up and running again. First time's free since you busted me out, but I'll have to charge you next time. Fuel's pretty scarce since the quake. Oké, ik moet dus betalen om naar de overkant te kunnen van deze kloof. Maar ik kan toch eventueel ook vliegen net als eerst. Oké. De ballon werkt nu. Maar we hebben hem nu niet nodig. Ik ga gewoon even die hekjes weer kapot maken zo. Er komen weer papiertjes uit. Ik weet niet waar we voor nodig hebben. Maar gewoon alles even verzamelen wat we tegenkomen. En ik zie daar nog een gremlin staan. Is het nog een gremlin? Is dat een gremlin? Ja, ja, dat is een gremlin. En die verdwijnt. Wil je naar de Onthoofdstraat Noord? Is goed. We gaan naar de Onthoofdstraat in het noorden. En een leuke wazige foto van Mickey en Oswald. Oswald is natuurlijk dat gastje met die lange oren. De Flappy Bird, om het zo te zeggen eigenlijk. Oh, dit is die kloof. Of, wacht, we zien het wel. Pauze. Do you know what happened to them? Shh, come closer. One would think the quake destroyed them. Yes, but the main projector substation in Ken je snor trouwens van die groene? Before the quake. Fucking droog. It is a strange thing. Waarom zweven ze eigenlijk? I do not know why. Ken die voeten? Ken die voetjes? Wat de hel? One of the first attractions built in Wasteland. To reach it, you need to take the Dal Engineering Corridors. We call them the DEC. If we take them over to Oztown and ask Prescott, he'll know how bad things are and how to get to the caverns. Well, okay, cool. You're determined to talk to that Prescott. You can access the Main Street DEC through the construction site on the right side of the street. However, the way is closed because of the quake. Of course, there is another way down through the windmill, but it is in need of repair. I will be by the statue if you wish to help. Adieu. Adieu. Okay, cool. We moeten inderdaad waarschijnlijk die windmolen gaan fixen. En die windmolen die zag er aardig kapot uit. En dat kwam natuurlijk door die soort van aardbeving die er was. En ik denk dat we dit moeten kleuren. Kijk eens even kleuren. Kunnen we dit ook kleuren trouwens? Wow. Een grote biggie rots hier, jongens. Kunnen we daar naartoe? Ja, ik denk het wel. Wacht even. Ik zie alweer een kistje staan. Ik denk dat dit een geheim trucje is. En dan komen we met Oswald. Hallo. Well, hello there, Mickey. Just collecting. Oké, daar moeten we echt komen. Misschien springen. Ja, springen lukt ook. Oké, open. Hoop tickets trouwens. Zo, wow. 43 tickets. Damn. Dat waren er veel. Kijk, ik wil even naar die berg daar bovenop. Die grote rots. En dan kunnen we komen met ons grote vriend. Maar ik kan geen call op doen volgens mij. Ik kan hem... Oh. Ja, wacht even. Het gaat me lukken. Let op. Als ik nou hier sta aan de bergkloof... Vervelende camera. Wacht, hij moet even hier naartoe komen. Kom eens hier. Oswald. Komt hij ook? Kijk wat hij loopt.
Oké, Oswald, hier ga je de lucht in. Ja. En dan hang ik aan je voeten. Als dat lukt, ja. En dan gaan we daar naartoe. Ja. Yeah! Als een baas. En hier zitten ook weer een paar tickets in, of niet? Oh, kijk eens. Een leven of zo? Oké, het zag er heel stoer uit. Van, hola, kijk wat je hebt gevonden. En daar is, aan de overkant is volgens mij een stuk stad. Oké, daar komen we denk ik zo wel. Wacht op mij, Mickey. Nou, je loopt toch als een snel mannetje. We moeten met Jamface moeten praten. Oké. Pionnetje zie ik hier. Kan je niks mee doen. En wat hebben we hier? Een lantaarntje. Hallo, meneer. Moeten we met u praten? Nee, dat is een paarse gremlin. Nee, nog niet vertrekken. We gaan zo vertrekken, jongens. Want ik wil nog even dit verder onderzoeken. Maar de eerste keer is het gratis. Dus maar de volgende keer moeten we helaas de brandstof gaan betalen. Ik denk niet dat het heel veel kost. Maar je weet het niet, hè. En wat is hier trouwens? Moet dit ook inkleuren? Oh, dus een stuk zand. Oké, random. Wat hebben we hier? Er zijn net ook winkeltjes. Ik zie hier trouwens nog een kistje staan. Er zitten weer allemaal tickets in. En ik zie daar een geheim iets. Oh, ik kan het naar binnen. Fototoestel. Was dat niet een fotowinkel waar je alle de fotogalerij kan vinden van wat je hebt vrijgespeeld? Ik ga toch even heel stiekem kijken binnenin. Zo. Oh, je moet hem ingedrukt houden. Ja, want het spel was eigenlijk bedoeld voor de Wii U. En dat is later toegepast aan de Xbox en de PS3. Zoektocht ontdekt. De geweestland encyclopedie. Oh, en hier is er nog een mannetje. Oké, ik moet bij haar foto's brengen. I'm Jack Kelly. Yeah, the tabloid reporter. You got a scoop? I pay big time. Oké, hij betaalt voor je foto's, heb ik het gevoel. En daar nog een boek. En dan kunnen we in kijken. Fotoalbum. Nou, we hebben in totaal 12 foto's. We hebben nog helemaal niks verzameld. En ik denk dat dit een camerawinkel is, als ik het zo zie. Ze verkopen zelfs licht, zie ik. Een softbox staat daar rechts. Nou, leuk. Leuk gedaan, dit. Ik vind het wel leuk, een beetje die getekende stijl die je ziet in de game. We hebben een camera. Druk op I om foto's te nemen. Oké, wat grappig. Je moet foto's nemen. Ik weet niet waarvan. Zoom. Kijk, hoe gaan we zoomen? Oh, met pijltjes. Als je filmrolletje vol is, kan je naar uitdelen om de foto op te slaan. Nou, ik wil een foto maken op zich. Zo, ik heb een foto gemaakt. Ja, ik weet niet waar je een foto van moet maken. Wat komt hij doen? Ik maak een leuke foto van hem. Oh, nog een foto. Wat kom hij doen dan? Wat kom je doen? Nou, ik heb 3 foto's gemaakt. Ik ga even kijken wat zij ermee doet. Let op. Gaan we even terug naar de winkel. Ik heb het gevoel dat je ergens wel bepaalde foto's van moet maken. Oké, ze staan hier niet bij, maar... Oh, oké, Mickey's rol. Ik ga deze toevoegen. Dat vind ik een leuke. Oh, die is wel heel onscherp. Nou ja, waarschijnlijk is het wel... Ik wil hem wel toevoegen. Zo. Ik heb hem toegevoegd aan het album. Nou, leuk. We kunnen foto's maken en we kunnen ze... Ja, in het fotoalbum doen. Nou, leuk. Ik denk dat daar wel iets achter zit, hoor. Een opdracht. Dat je een foto moet maken voor een bepaald... Van een object of zo. Of een bepaalde actie. Weet ik veel. Ik hoop niet dat mijn camera een beetje te donker is. Dan komt dat het licht weer af en toe niet wil verschijnen. En dan weer wel. Heel vervelend. Oeh. Wacht even. Kan ik hier niet opkomen? Ja. Kijk. En hier zit een... Dat moet ons wel doen. Oké. This is mine. De stoppenkast is gemaakt. Ik wist niet eens dat hij kapot was. Oh, en dit kan je ook tekenen. Dit is een telefoon. Oké, we gaan hier naar beneden toe. Ik vind het wel een heel leuk platformspel aan het worden. In het begin was ik er nog niet helemaal echt
tevreden mee. Ik dacht van, nou, dit wordt niet echt heel erg bijzonder, deze game. Maar toch, ja, nee, ik vind die toch wel best wel apart gedaan, joh. Vooral het ontdekken en het sparen van objectjes vind ik sowieso erg verslavend. Ja, ik ben heel erg fan van de Crash Bandicoot-serie. Het spel zelf. Die heb ik ook een keer op mijn kanaal gespeeld. Toen ik nog wat onbekender was op YouTube. En dat is een ontzettend leuk spel. Dat Crash Bandicoot of the Titans. Crash of the Titans heet het. Dat is echt een heel verslavend spel. En ik zie hier nog een telefoonbox. Oké. Okay. Nou, we kunnen met hem even praten. You want to get to the DEC, yes? Well, I have just the way. The entrance lies beyond the fence in the construction area. But I'd rather you not smash your way in like a bull in a china shop, no? The other entrance... Wat een licht komt er ineens weer binnen. Het is een lekker zonnetje vandaag. But the quake was not kind to this poor thing. I was trying to fix it when you arrived, but I need some scrap metal to finish the job. You can find the metal scattered about, or you could speak to the shopkeepers. They might know where some is hidden. Oké, die gozer heeft dus oud ijzer nodig, maar die vertelt eerst een verhaal van 10 minuten en dan pas komt hij van, ja, hou gewoon oud ijzer voor me. Wat is dat? Een ontwerpschets heb ik gevonden. En wat is het hier? Want hier beneden zit ook een plateautje. En ik weet niet wat dat plateautje daar doet. En of ik daar dan weer weg kan komen. Maar ik ga de gok niet wagen. Ik ga hier even bovenop kijken. Want is dat namelijk weer een apparaatje wat door Oswald gefixt kan worden. Dat mag Oswald best wel doen. Oswald, fix het. Oh, hier nog eentje, joh. Wat staat hij nooit te doen daar? Hallo? Oké, hij moet de hut repareren. Tof, ja, alles is kapot en nu zijn ze op de een of andere manier... Maar dit kan gemaakt worden, heb ik het gevoel. Oswald, maken. Kom op. Fix die ding. Oh, dan gaat hij dat doen. Ik denk dat het een ventilator is en dat je dan naar boven kan komen. Maar ik weet niet waar. Dus als hij dat daar even fixt. Dat ding, Oswald, fix dat ding. Ja, komt hij. Ja, goed zo, Oswald. En dit mag hij ook repareren, vind ik. Of jij ook niet? Kijk hoor, dit ding mag je repareren, Oswald. Dit ook, hier. Dit ding. Doe maar. Nou, oké, dan niet. Alleen deze. Ik denk dat... Hoe doen we dit met Oswald, denk ik? Wacht even. Als we Oswald laten vliegen... Ja. En dan hang ik aan zijn benen en dan... Misschien gaan we nu omhoog. Oké, dit gaat dus helemaal niet lekker. Dat ding werkt dus voor geen meter. Thanks! Nee, dat ding werkt niet, joh. Oké, we gaan verder kijken. We zien hier een popcorn car. Is dat popcorn car? Oké, een blauwe popcorn car. En een schatkistje. Oh, kijk eens. Extra zooi. Hier vind je ook nog allemaal oud ijzer, joh. Wat doet die oude koe hier? Hallo, oude koe. Hallo. Mevrouw Koe. Pauline IJsselman heeft nodig met de airconditioning. Heb ik al geholpen? Oh! Dan kan ik in dat ijs... Dan kan ik hier naar binnen. En dan kan ik zeggen want dat ik jou... Dat die airconditioner... Dat heeft eigenlijk Oswald gedaan. Maar dat zeggen we niet, hè? Oké, wat heeft hij aan de hand? Gremlin Flynn's the name, friend. Jamface put me in charge of these... Of course, I hear you're having all sorts of adventures, eh? Whenever you fight a particularly nasty animatronic... Usually they come in sets of two. If you give them to me, I could get the machines going again. Of course, I'll copy the pins so you don't have to worry about losing them. Oké, hier gaan we uit, want ik moet even de ijssalon vinden. Waar is de ijssalon? Dit is de ijssalon natuurlijk met het ijshoorntje op de buitenkant. Even hier naar binnen. Nu zal ik wijzer worden, hopelijk. Hier, mevrouw, ik heb uw airconditioner gedaan. Ik heet Pauli. I'm the owner of the ice cream parlor. You repaired my air conditioner? Why, thanks, pal. Well, I was gonna use this scrap metal to fix it, but no need now. Hey, we hebben oud ijzer verzameld. Het eerste stuk. Nee, ik hoef geen ijs. Nou ja. Wil je een chocoladehondje? Dat is wel echt verleidelijk hoor. Chocoladehondje of karamel met nootjes? Oeh, dat ziet er echt heel lekker uit. Ja. Oeh, dat ijs is duur, 50.
Oké, we kopen wat van die. En ik koop wat van... Oh, kost dat 5 tickets? Heb ik niet genoeg? Oké, nou, is goed zo. Bedankt voor het ijs. Doei. Mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En dan gaan we volgende keer verder met dit Mickey-avontuur. Met Epic Mickey 2. En laat zeker weten een comment achter onderin. Wat je van deze game vindt. Tot de volgende keer. Doei doei.